Een applausje voor hun twee ook. Ja, en dan komt het Tennis Europe onder 14. Ik zei straks al, het mag allemaal in het Nederlands, want we hebben twee Nederlandse finalisten. Loes, jij als eerste, tweede prijs, runner-up. Ik wil jou feliciteren, dat moet ik zo doen. Hey, gefeliciteerd. En we zien het jou zeker. Snap ik. Doe het maar af, Wim. Doe het maar gewoon af. Eentje met deze. Kan het niet alleen een foto van mij maken. Paparazzi is weer. Moeder, zo. Wat deed ze? Je maakt alleen een foto van mij. Oh, zeker. Zeker. Oké, die lagen. Van harte gefeliciteerd. Eerste plaats. Je krijgt de Challenge Cup, zoals dat heet, Wisselbeek. Met de toezegging dat als je die drie keer wint, dan mag je hem houden. En die is eigenlijk nu alleen maar zeg maar, een soort van voor de foto. Van harte gefeliciteerd. Wacht even. Ik nog een beetje. En de prijs die mee naar huis mag, en Loes, dat geldt voor jou ook, we hebben zelfs de dozen nog bewaard. We hebben zelfs de dozen nog bewaard, dus als je ze straks in de doos wil doen, hoor ik het vanzelf. Eerste prijs, dit verdient mooie wedstrijd. Die laten van harte gefeliciteerd. Allebei, Power. Ilana. Loes erbij. Loes. Ja, precies. Heb je kwieklauw gewoon doen? Ja, precies. Beetje aan de andere kant. Dat is ze niet, hè? En nogmaals een applaus voor de rubber en de finalist Loes en Ilana. Ja, dat is ook heel leuk. Dank je wel. Nog één.